Ik hoop over 10 tot 15 jaar toch echt te kunnen zeggen tegen de patiënten die ik dan diagnosticeer als u heeft de ziekte van Alzheimer, maar ik kan er ook iets aan doen. Een Alzheimercentrum, waarvan we inmiddels er 4 hebben in Nederland, is eigenlijk een plaats verbonden aan een academisch ziekenhuis waar patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie in de breedst mogelijke zin plaatsvindt. Met name zeg ik de combinatie van zorg, dus geheugenpolykliniek, patiënten zien, patiënten behandelen en wetenschappelijk onderzoek. Dat kenmerkt een Alzheimercentrum. Dementie is natuurlijk een heel breed woord en er bestaat niet één vorm van dementie. Er zijn heel veel vormen van dementie en de meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Daaraan zou je eigenlijk het liefst wat willen doen, omdat het zo verschrikkelijk veel voorkomt en ook nog heel veel meer voor gaat komen. Helaas is het zo dat we op dit moment geen genezing hebben voor de ziekte van Alzheimer, maar we kunnen er wel veel aan doen. En dat betekent dat je heel goed kunt zorgen voor die patiënten. Je kunt de zorg om de patiënt heel goed organiseren, met name de mensen, de familieleden, het gezin, noem het maar op. Iedereen zodanig helpen dat die patiënt zich nog enigszins kan redden en dat de zaken thuis blijven marcheren zoals ze ervoor gingen. Helaas is het zo, wat ik al zei, dat we niet kunnen genezen, maar dat is eigenlijk de uitdaging voor de toekomst. Want alles zal erop gericht moeten zijn om de patiënt in zijn eigen omgeving zo lang mogelijk te kunnen laten functioneren. De gevolgen van dementie voor de patiënt zijn natuurlijk het verlies van de functies, waardoor hij merkt dat hij bijvoorbeeld zijn werk niet meer kan doen. Of als hij ouder is, dat hij toch gaat dysfunctioneren in het dagelijks leven, dat dingen gewoon misgaan thuis. Daarbij merkt de omgeving eigenlijk dat er, ja, als het ware, de ziekte maakt dat de patiënt vertrekt en dat hij minder in staat is tot communiceren, minder in staat is tot het uitvoeren van de normale dagelijkse communicatie met de overige gezinsleden en eigenlijk, ja, een steeds legere huls wordt waar uiteindelijk ook het hele, ja, karakter van die patiënt verloren gaat. Met recht kan worden gesproken dat dementie de grote epidemie van de toekomst zal worden. Als je kijkt hoe goed we in staat zijn geweest de afgelopen jaren om met hart- en vaatziekten en ook met kanker veel te bereiken en mensen eigenlijk gezonder zijn geworden en gezonder oud gaan worden, is hetgeen wat hen wel gaat bedreigen is dementie en heel een bijzonder de ziekte van Alzheimer. Dat maakt dat met de vergrijzing het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer in de toekomst heel erg groot zal worden. En ik denk een verdriedubbeling tussen nu en 2040 is echt niet te laag geschat. Dus wat dat betreft is het echt 5 voor 12. Want als we daar nu niet iets aan doen, in de zin van wetenschappelijk onderzoek, betere behandeling, betere diagnostiek, dan kunnen we dat dadelijk helemaal niet aan, die grote aantallen. Het belang van wetenschappelijk onderzoek is denk ik heel erg groot. Als er geen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, dan blijft het stilstaan. En dan weten we morgen niet meer dan wat we vandaag weten. En ik gaf al aan dat de toekomst van dementie zal zijn dat we echt overspoeld zullen worden door grote aantallen mensen die klachten zullen krijgen, waarvan een deel ook echt dement zal worden. En daar moeten we als dokters, als wetenschappers een antwoord op hebben. Nou, hoe kom je verder? Hoe kom je verder aan het ontrafelen van de puzzel die Alzheimer heeft? Dat kan alleen maar door wetenschap te doen.